een bloemetje om te complimenteren. Want dagbondskampioen worden van heel Nederland, dat is niet niks. Dus ik zag hem in het begin van het jaar op Deeltek staan. Misschien wel maar 2 of 3 dagen, ik weet het niet meer. Ik denk, oh, dat is mooi, die zal genieten. Maar dat bleef duren, dus 2 weken erin. Het was weer knaven. En de meisjes kwamen binnen en de afstammen. En toen na 4, 5 vluchten, ja, ik geloof dat je bijna elke keer opgestaan heeft. En dat maakte op mij toch wel echt indruk. En ik heb hem zelfs in 1 van mijn artikelen in de Duif de beste kleine fondsspeler van Nederland genoemd. En dat blijkt er ook te zijn. Maar ik heb dat 3 weken geleden heb ik over hem beschreven. Klein regeltje maar hoor. Maar niet dat het mijn duiven waren of zo, want ik moet geen volk aan de deur voor andere duiven. Daar heb ik dus niet bij gezet. Maar ik geloof ook dat die titel is ook gevallen waar hij moest vallen. Bert heeft gewoon, en attendeerde me altijd naar de eerste vlucht erop, heeft gewoon een prestatie neergelegd die niemand anders hier in Nederland gedaan heeft. Want ja, hij is het opvallend, dominant en ook met een heel gering aantal duiven. Dat is helemaal ontzettend knap, zeker in mijn beleving. En hij is ook de terechte winnaar van het kampioenschap. Proficiat.